nieuwe ambassadeur van China, Liu Guan, heeft een bezoek gebracht aan minister Lalini Gopal van Sport en Jeugdzaken. Zowel de minister als de ambassadeur willen de bilaterale samenwerking tussen Suriname en China voortzetten en waar nodig uitbreiden. In dit kader deed de bewindsvrouw het voorstel om een intentieverklaring te tekenen, welke als leidraad zal dienen en bij het uitvoeren van programma's. Met de steun van de Chinese ambassade is er voor de gemeenschap van Sophiaslust en omgeving een gemeenschapscentrum gebouwd. De diplomaat wil ook hulp bieden bij het ontwikkelen van de tafeltennissport in Suriname. In verband met 165 jaar Chinese immigratie in Suriname is het voorstel gedaan een martial arts coach naar Suriname te halen die zijn expertise zal delen met lokale beoefenaars van deze gevechtskunst.